Het is een bijzondere gewaarwording, want er lagen ineens een aantal tassen op straat. Kan dit geen kwaad? Vroeg Walid nog aan de vrouw. Nee hoor, antwoordde ze, terwijl ze rustig doorging met het weggooien van de tassen. Overigens had de vrouw nog een bijzondere opmerking, nooit gedacht dat ik een Marokkaan zou helpen. Daarop reageert Walid grappend, twee zelfs. De kijkers van het programma kunnen in ieder geval gieren om de vrouw. Ze gooit gewoon die spullen weg. Schrijft iemand op Twitter. Een ander, deze vrouw, hahaha. Ook zijn mensen verbaasd over de opmerkingen over Marokkanen die de vrouw maakte. Jezus, wat een opmerking, schrijven meerdere.